Onderwijsminister Marie Leeven zegt dat kinderen met een slecht rapport niet meer aan hun lot worden overgelaten. Dit is de voornaamste reden waarom leerlingen thans doorstromen. Het gebruik dat voorheen heel normaal was, is afgeschaft, vertelde de bewindsvrouw vandaag voor aanvang van de ministerraadsvergadering aan reporters. De minister zegt dat de leerlingen vooral niet uit het systeem gegooid zullen worden om drop-out te worden. Vroeger zouden we het kind met die rode cijfers uit het systeem zetten. We zouden ze, die kinderen met heel veel rode cijfers, zouden we gewoon uit het schoolsysteem zetten. En dan zouden ze maar zelf moeten gaan uitzoeken wat ze doen met de rest van hun leven. En dat hebben we heel lang gedaan. Twee keer blijven ze te wegwezen. Of wegens leeftijd hou je ze wel, maar je doet niets met ze. En dat doen we niet meer. Wat we doen met deze kinderen, in plaats van ze buiten het schoolsysteem als drop-outs, een drop-out te laten worden, is ze blijven in het systeem. Leeven zegt dat er nu gekeken wordt naar waar de studenten goed in zijn. Wanneer deze analyse gemaakt is, zal de nodige begeleiding worden gegeven om de studerenden klaar te stomen voor een vervolgopleiding. We stimuleren ze. Ze krijgen repetities en testen en begeleiding in die vakken waarin ze wel goed zijn. En wanneer ze in het 10e leerjaar zijn gekomen en ze zijn 13, 14, weten we precies waar ze wel goed in zijn en dan kunnen we ze een andere richting opsturen. Die kinderen met die mooie cijfers, daar weten we al van welke richting die op zullen gaan. Die zullen waarschijnlijk naar HAVO of VWO gaan. En die kinderen met de iets mindere goede cijfers, die gaan een andere richting op. Maar wat we niet meer doen, is zeggen, voor jou hebben we geen aandacht meer, je telt niet meer, je bent in feite afgeschreven voor deze samenleving, is geen goede zaak. De minister merkt op dat 40% van de Surinaamse samenleving niet meer dan een lagere schooldiploma heeft. Suriname kan je niet opbouwen met deze mate van schoolniveau.